Heel jammer. Ik denk dat we, ik ga niet zeggen de perfecte match spelen, maar toch dichtbij, denk ik. Ik denk dat we heel weinig kansen hebben weggegeven. Maar ik denk dat we gewoon in de tweede helft die 2-0 moeten proberen te maken. En dat doen we dan niet. En ja, dan krijgen we het laatste een heel ongelukkige goal tegen. Dus dat is wel balen natuurlijk. Du bon touche, je pense que c'est un manque de communication. Ou alors le gardien a parlé, le défenseur n'a pas entendu. En tout cas, grosse déception parce qu'on avait les trois points avec nous, on avait le match en main. Donc c'est un peu frustrant de prendre un but à la dernière seconde comme ça. J'ai senti une douleur aux adducteurs. J'ai senti que je pourrais pas aider mon équipe jusqu'à la fin. Je pourrais pas donner 100% de moi-même. Et donc j'ai préféré demander le changement. Zondag tussen tegenstander, zijn jullie klaar? Ja, het zal wel moeten. Het zal toch nog iets anders zijn dan vandaag, want vandaag kregen we toch redelijk veel ruimte. Die zal standaard ons zeker niet geven. Dus het zal aan ons zijn om klaar te zijn en heel scherp aan de match te beginnen.